Het enige wat nog een beetje een werkpuntje is het opruimmoment. Ik heb nog nooit gehad sinds ik hier werk. Maar dat is toch fantastisch? En... Daarom wilde jij mijn adres weten. Ik ben gek op kaartjes. Er is een monteur geweest om een raam te fixen die niet helemaal naar beneden ging. Oh, het klinkt wel echt verschrikkelijk. Maar misschien komt er nog een oplossing daarvoor. Een baal hiervan. Wow, ineens is het echt een slaapkamer. Tam tam. Het is bijna aan het einde. Ik kom er echt niet in, dus ik ga eventjes. Want we hebben iets weg. We zijn uit elkaar, dus is het raar. De kast hangen wel echt al super vol. Ah. Ja, ik heb natuurlijk gezien, want het was niet koud. We hebben lekker in de zon gezeten. Vlekken op mijn hoofd zijn echt bizar. It is what it is. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 7:50. Ik ga even eten maken, make-uppen. Kijk hoe lekker bruin ik gisteren ben geworden. Ik ben grappig, want ik heb best wel kort geslapen. Nou ja, 7 uur vind ik kort. Ik wil het liever 8 of zelfs 9. Maar, hey Chico baby. Kom maar liefje. Kom. Jullie zon en dan een gezellige dag gisteren. Maakt het niet uit, hè? Zo lief. Je bent nooit meer vervelend in de vlog, hè? Want omdat ik ook veel in het andere huis ben. Maar laat maar zien hoe schattig je bent. Ben ik helemaal fresh. Ben ik helemaal onder de matje. Als ik het eruit proberen te halen, dan ben ik en helemaal nat en het gaat er niet uit. Maar ik had iets anders wat hierbij stond. Hallo. Het was een goede dag. Het enige wat nog een beetje een werkpuntje is het opruimmoment. Na Da Vinci, dus na het knutselen. Dat is echt op maandag dat we de knutsel doen. Het is trouwens heel leuk geworden. En ik heb het eerder al voorbereid, zodat ik tijdens de pauze lekker naar buiten kon. Dus ik ben lekker bij mijn moeder even langs geweest een kwartiertje. En ik had net... Ik ben nog steeds moe. Dat zal ik altijd blijven. Het zijn gewoon... Je wil gewoon heel veel doen in een hele korte tijd en heel veel bereiken. Maar het opruimen, daar moet ik echt nog iets voor gaan bedenken. Want ik ben heel erg van het zelf opruimen. Dus ik ga het niet voor je doen. Maar het duurt veel te lang. Dus moet ze... Ja, die taakjes zijn nog te onduidelijk voor ze. Omdat heel veel kinderen het volgens mij toch niet gewend zijn van huis uit om op te ruimen. Dat geeft ze in ieder geval zelf ook aan. En te zoekend zijn. Dus ik moet daar iets voor gaan bedenken. Om ze toch meer sturing te geven zonder dat ik help. Want ik vind dat ze het zelf moeten doen. Verder ging het eigenlijk hartstikke goed. Ik had net een eindgesprek met vader van iemand die naar heel ver weg gaat verhuizen. Donderdag is de laatste dag. Was een heel fijn eindgesprek. Ook heel prettig, want daar hebben we ook bij het oudergesprek zeg maar dingen aangekaart. Met elkaar besproken die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat we zoveel beter op een lijn zitten met z'n allen. En dat het met dat kind zoveel beter is gegaan de afgelopen weken. Dat is zo prettig en dan echt heel jammer dat ze nu weggaat, maar... Wel met een heel fijn en goed gevoel. Dus dat vind ik ook wel leuk. En ik merk gewoon hoe fijn ik het vind om met ouders te praten. En korte lijntjes te hebben. En op de hoogte te houden. En echt veel met kinderen te kunnen werken. Maar dat kan gewoon niet altijd. En dat vind ik soms lastig aan het vak. En daarom zou ik gewoon zo graag... Ja, daarom heb ik ook die kindercoachopleiding gaan. Ik wil zo graag gewoon meer kunnen coachen. En ja, daar ligt ook mijn kracht. Dus dat... Ja, dat terzijde. Maar goed, ik ben even... in. Parnas is nog aan het schrijven hoe dit eindgesprek was. Dat sturen we dan allemaal door naar een nieuwe school. En ja, we hebben heel leuk over de maan en de zon geleerd met Da Vinci. En dat hadden we vorige keer gemaakt en nu is dit echt super mooi geworden. De rest hangt op de gang. Maar dat is toch fantastisch. In groepjes wou ik het doen. Toen dacht ik, oh, dat is misschien te weinig werk met een groep. Dus we hebben het in tweetallen gedaan. Super leuk, de zand van de maan. Echt heel erg leuk. Gaaf, hè? Zo, bijna 6 uur, ik ben net thuis. Hi. Mijn ouders gaan nu naar een gala van Make-A-Wish, van mijn papa's werk. Superleuk voor hun. Heb ik lekker een avondje voor mezelf. En het is lekker licht buiten nog. En we eten, ik had bloemkoolpizza's een keer gekocht, dus dat eten we. Mijn papa heeft een soort van groentemix gemaakt, die kan ik er dan op doen. Zij hebben al gegeten. Heel goed, ik heb lekker veel gekopieerd voor mama, voor rekenen. Ik heb veel mailtjes, dingen gedaan. En klas netjes achtergelaten. En lekker thuis chillen. Ik voel me wel blij en goed. Ik zeg, moe zal ook altijd zijn na een dag werken, maar ik ben niet extra moe na deze dag. En ik ga lekker met Chico en Bushy en jou chillen, hè? Ja, dat jij ook zo lief en mooi bent, Chico. Het leven. Ik dacht, ik ga binnen tv kijken, maar het is super licht, de zon schijnt. Oh, wat lekker. Ik heb hier een soort van pizza.
Heerlijk. Alleen zijn na zo'n werkdag vind ik ook lekker. Ik ben helemaal niet moe. Heerlijk te genieten. Echt even bijkomen. Lekker zeg. Die zon jongens. Wat een luxe. Dit is toch niet normaal. Wat een leven. Wat een maandag dit. Goedemorgen. Ik heb een keer mijn haar vast. Volgens mij heb ik dat nog nooit gehad sinds ik hier werk. Ja, ja, het programma voor vandaag. Oh, en we hebben trouwens kikkervisjes. Dat heeft mama geregeld via de ouders van Melissa. Opname van Melissa. Tada! Kijk nou! En tien! Ga lekker bijten. Hart! Hé, deze gaat een tomaat eten. Cute. Het is bijna 6:15 en nu ben ik wel heel moe. Ja, ik heb even heel veel extra dingen geprint. Ik vind het gewoon fijn als ze ook extra werk hebben naast hun normale werk. Dus ja, allemaal van die voorraaddingetjes. Rekent het me morgen nog. De kinderen waren wat vergeten. Ik heb niet schrijven. Ik heb dit vandaag niet nagekeken, want ik red het gewoon niet. Dus dan is één les even niet na. Ik kijk tijdens de les natuurlijk al na, maar niet helemaal nagekeken. Daar kom ik vandaag gewoon niet aan toe. Dit is morgen. Ik heb heel schuin geschreven daarboven. Dat zijn de knutsels. Verder kan ik niet echt veel laten zien eigenlijk. Nee. Dus ik ga even afsluiten en dan plassen en naar huis. En het is nog licht. En ik hoop dat we pasta pesto eten. Maar ik weet het niet. Oh, dit is wel nog heel leuk. Een meisje gaat van school. Ik heb een hele korte tijd een hele goede band met haar gekregen. Een heel bijzondere band. En ze laat zag dat ik haar zie. Het gaat donderdag weg. Ze heeft dus echt een niet normaal leuk cadeau voor mij en ook voor juf Eline nog. Moet je kijken joh, als je dit krijgt, een hele summer advent kalender van Ritual. Dat is echt geweldig. Ik had hem al opengemaakt met de kinderen. Dit is toch fantastisch. Het ruikt ook zo lekker, een beetje naar sinaasappel. En dit zit er allemaal in. We hadden er dus al eentje opengemaakt en dat was toevallig een room spray. En ik heb ook een super lief kaarsje gekregen. Misschien ziet ze dit wel, want ze kijkt volgens mij mijn vlog. Dit is toch zo lief. Leuk, want het is een heel erg sociaal, empathisch, gevoelig meisje. En ik herken gewoon veel dingen van mezelf. En ik snap haar gewoon eigenlijk best wel goed op heel veel vlakken. Maar dat is pas sinds een tijdje, aan het begin nog niet. Dus heel jammer dat ze weggaat. En dit is gewoon super lief. Kijk nou hoe lief. Dat is toch fantastisch. Het is dus een kleine room perfume. Home perfume. En ik ruik deze al de hele dag. Ik heb hem dus hier opgespoten. Night Rescue Sleep Hand Mask. Ik vind het wel echt een bizar cadeau. Dit is super duur joh. Heel lief hè, als je dit krijgt. Bizar. Ik had echt niet eens aan gedacht dat ze ons iets zou geven. In principe mag je dus niet... Ja, is het de bedoeling dat je kinderen niet uit eigen budget zeg maar een cadeau geeft. En ook niet vanuit de school. Maar wij hebben dus dan iets gemaakt met z'n allen. Juf Eline heeft dat dan met ze gemaakt. En dat wilden we lamineren, omdat je dus er geen kosten aan moet... geen kosten moet maken. Maar ik heb gewoon even een lijst gekocht op A3 heet dat, A3. Want het is zoveel duurbaarder als je het in een lijst hebt. Dus ze krijgt dan... vanuit de klas, vanuit ons dus, een low budget cadeau. Dit is echt bizar, dit cadeau. Met, ik praat heel langzaam, hè. Haast het altijd. Ik merk dat je moe bent als je langzaam praat. Grappig. Met, mooi in een witte lijst. Ik moet er nog even op tekenen, het ligt bij ons thuis. En ze krijgt vanuit de kinderen nog, sommigen hebben individueel wat gegeven. Vanuit de groepsapp zeg maar nog iets. Dus dat is top. Ik zei toch dat ik hoopte dat ze pasta pesto aten. Nou, dat eten we. En salade. Lekker dat je even thuis kon zijn tussen de middag. Ja. Ik heb lekker gesport. Goedemorgen allemaal. Hey, mijn camera is leeg, maar het is wel opladen bij me. Ik voel me net een kind dat van huis naar huis gaat. Ik voel me heel goed voor woensdag. Ik ging om 9:00, 8:30 al in bed liggen. Heel even geëdit, braders gekeken, mijn ogen vielen echt dicht. Met mijn laptopje lekker. En toen ben ik gewoon volgens mij om 10:00 gaan slapen. Tot 8:30, wel met een aantal keer wakker. Maar ik ga deze zo even op de lijst doen. Ik heb hem gisteren opgekleurd.
Ja, dus ik ben blij, want meestal heel erg moe doen. Dus ik ben lekker vroeg. Het is nu 9:55. Papa had om 10:00 een collega op zoek. Dus ik dacht, ik zorg dat ik voor die tijd lekker weg ben. Ik heb even een nee-nee-sticker op mijn brievenbus geplakt. Ik heb een kaartje en ik weet al van wie. Nicole zei, wat is je adres? Dan kan ik pas kijken hoe ver het rijden is voor over een maand. Reizen met het OV. Zij zei, heb je mijn kaartje? Een paar dagen later zei ik, ah, daarom wilde jij mijn adres weten. Ik ben gek op kaartjes. Oh, leuk. Dit is mijn eerste. Ik heb wel van Lotte toen een heel lief kaartje. Oh nee, mijn moeder heeft een kaartje gestuurd. Ik had van Lotte een lief kaartje toen gehad over hoe trots op me was. Over mijn relatiebreuk, zeg maar. Ah, oh, lief. Leuk. Ik hou hier echt van. Dit zijn dus dingen. Kijk, als ik meer kaartjes krijg rondom hetzelfde thema, dat vind ik wel heel leuk, dan ga ik dus weer zo'n lijst maken met die kaartjes erin. Ik vind het wel leuk als de kaartjes een beetje hetzelfde thema hebben, of zeg maar, in een lijst. Dus, jee. Die van Lotte kan er en die van mijn moeder. Maar ik moet nog een mooie lijst vinden, want die kon ik niet vinden. Oh ja, ik moet echt... In Elektra gaan afsluiten. Vandaag wordt mijn internet aangesloten. Morgen gordijnen. Vandaag een Linda gezellig lunchen. Nou, ik vind het ook nooit erg om een beetje te helpen met iets. Maar het hoeft voor mij niet per se. Maar als ze er zin in heeft, kunnen we nog eventjes wat voor mijn slaapkamer doen. Ik moet dit gaan afsluiten. Ja, en er ligt een pakketje bij de buren, maar die nog niet open. Dit is mijn cadeau van gisteren. Die komt ook pas naar mijn huis. Lekker mee. Ik wil wel een klein beetje opruimen voor Linda komt, want ze komt hier ook lekker lunchen. Dus het is wel leuk als het gewoon een beetje iets netter is. En ik moet even goed stofzuigen, want het is heel moeilijk met mijn stofzuiger. Ja, en ik heb mijn phone mee, mijn laptop, weer mijn matcha ding. Ik ga echt van huis naar huis. Oké, ik ga even lekker met je uitruimen. Opruimen, dat soort dingetjes. En dit ziet er toch goed uit, jongens, alsof het nooit anders is geweest. Ik ben hier heel blij mee. Echt blij. Dit moet dus alleen wel gekit worden, want dit is wel echt zonde. Mijn haar. Moet ik het even feunen. Ik heb lekker stof gezogen. Er is een monteur geweest om een raam te fixen die niet helemaal naar beneden ging. En nu ga ik even het eten voorbereiden. Dieper dan dat zou een moord doen zodat ik je woorden vergat. Want dat heeft het gezet en mezelf rijgen. Ik voel me steeds vrijer. Worden steeds beter. Oh, ik heb geen pleisters. Mijn komkommer is bevroren. Wat is dit nou? Huh? Wat is er met die koelkast? Lijkt me wel lekker in het water. Ik had helemaal komkommer lekker voor bij het eten. Hallo? Ben je al aan het rijden? Oké, Lin is er en die man die dus mijn raam heeft gemaakt, kwam ineens terug. Nou, het is nog geen 2 uur later. Heeft hij allemaal, hij heeft dus het huis mede gebouwd, zeg maar. Dus hij is met al die klussen bezig. Heeft hij precies dezelfde kunnen regelen van het werk. En ik zei, wat krijg je van mij? Hij zegt, ja, doe maar iets of zo. Of komt wel, of ik weet niet. Maar ik wil wel iets geven, anders vind ik het echt lullig. Heeft hij alles weer ingezet en voor in hoeverre hij er verstand van heeft hij het afgesteld. Dus nu zuigt en dingen is het weer. Dat het in- en uitzuigt is echt top. Echt thuis? Snacks. Ja, het is dus vegan en dit is dus ook vegan. Dit zijn de snacks. Dat vind ik echt leuk. Yes. Mooie schoen. Ja. Oh, het klinkt wel echt verschrikkelijk. Maar misschien komt er nog een oplossing daarvoor. Wel heftig zo die deuren zo voor. Kijk dan. Voor en achter. Ziet er wel raar uit. Kan die nog meer naar rechts? Oh, ik had liever gehad dat die voor ze misschien links was. Een strip. Ga je de bevalcursus laten zien? Dit is, als je gaat bevallen moet het dus... Hé, hey, ik heb groene potlood op. Dan moet je dus dit doen. Je gaat zo liggen. Oh. Beweeg dat naar beneden. Zo, Linde is net 1 seconde weg. Het was zo gezellig en... We hebben echt de hele middag in de zon gezeten. En toen zei ze, zal ik je nog heel even helpen met iets. Ik zei, het hoeft niet, maar toch wel heel fijn. Dus deuren gedaan. En deze 2 deuren moeten dus aan elkaar. Maar helaas hebben deze een beschadiging. Dus ik wil eigenlijk een andere krijgen. Maar ik denk, ik zet ze er alsnog even in. Want dan ja, hangt het in ieder geval. Anders liggen die planken hier toch maar, weet je wel. Dus ik ga nu nog even proberen die 2 aan elkaar te maken. En dan kunnen die er ook in. Het is 11:45. Ik was nul moe vandaag, topdag, maar mijn vlog is gewoon niet klaar, is bijna klaar. En dan ga ik naar huis, naar mijn ouders en daar slaap ik, maar ik baal zo erg.
Want ik weet als ik zo laat ga slapen dat ik zoveel verpest voor mezelf. Maar mijn vlog moet om 7 uur online en ik was gewoon niet eerder klaar. Donderdag is eigenlijk geen fijne dag voor mij. Maar ik wil het wel houden omdat het goed loopt. Een baal hiervan. Ik heb niks meer aan te doen. Ik hoop dat ik om 1 uur slaap. Hey. Nou ja. Ik heb dus maar 10 uur. 6 uur geslapen. Dus daar baal ik van. Dat weten we. Ik zie het meteen aan mijn gezicht en alles. Maar we gaan er niet te veel over nadenken. Ik heb gewoon mijn werk afgekregen. En ik ben nu weer lekker vroeg om naar mijn huis te gaan. Omdat mijn gordijnen komen. En ik ben de tweede op de route. Dus ik ga pas naar mijn huis. Zodat ik op tijd ben. Dan hoop ik dat hij niet te laat komt. Zodat ik dan de poot kan halen. En daarna om 12 uur weer terug ben voor internet aansluiten. Maar zo niet moet ik na het internet die poot gaan ophalen. En sporten denk ik dat ik weer niet ga doen vandaag. Ik ben gewoon oprecht echt heel erg moe. Ik heb gewoon 8 uur slaap nodig. Dus maar we gaan er wel net gedacht van maken. Vanavond ga ik lekker bij mijn ouders eten, zodat ik gewoon op tijd. Oh, wat irritant. Nou ja, dat ik gewoon op tijd lekker thuis ben en op tijd weer lekker mijn bed liggen. Dan komt alles goed. Ik ga even langs het grofvuil nu ik toch nog niet gebeld ben. Kan ik dit allemaal weggooien en dan kan ik het weer volladen met mijn doos van mijn deuren. Zo, ik ben dan 9:30. Ik had de afzuiging aangezet. Ik kan niet mijn ramen openen, maar ik ben toch bang voor al die muggen die hier zitten. Doe ik hem nu weer uit. Heeft hij even lekker kunnen zuigen. Ik denk dat ik eventjes de bank een stukje moet opschrijven. Piepschuim is gewoon zeg. De monteur belde me daarna. Ik ben er over 20 minuten, dus dat is heel chill. Een stukje aan de kant en verder kan hij er hier gewoon goed bij. En dan moet ik eventjes hier plek gaan maken. Dit moet straks naar de auto. Maar hier kan hij natuurlijk weer helemaal niet lekker bij. Dus dat ga ik nu even doen. Zo. Wow, ineens is het echt een slaapkamer. Zo gaaf. Hij is nu met de woonkamer bezig, maar ik heb hier dus nog één licht. Dus. Heerlijk. Wow, hier kan je lekker rustig slapen. Heerlijk zeg. Wow, hij staat 1 seconde recht. Dit is wel echt je sign om gordijnen te nemen. Het geeft zoveel sfeer, moet je kijken. Lekker een hotelkamer. Tam tam. Wow, bizar. Zoveel gordijn. Ik ben dus heel benieuwd hoe het eruit ziet als ik hem dus niet helemaal rondom doe. Daar was ik benieuwd naar. Maar dus tot zo. Ik was heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Oh ja, dat is inderdaad wel echt minder mooi, hè, als je het zo hebt. Dus in de avond moet je hem echt helemaal dicht doen. Maar dan moet ik eigenlijk, want ik wilde eigenlijk mijn bank gewoon tegen de muur. Ik had hem nu even eraf geschoven. Nu wil ik vooral licht. Ik hou heel erg van licht. Maar dit is het spannende moment. Ik was zo benieuwd hoeveel licht het gaat tegenhouden. Oh, dat valt gelukkig reuze mee. Oh, dat is heel fijn, want daar was ik bang voor. Ik heb dus van die gordijnhouders besteld. Dus die houdt hem dan ook nog vast. En dan valt hij echt zo. En dan houdt hij eigenlijk bijna geen licht tegen. Super. Wat een verschil. Heel veel stof. Ik snap ook echt wel als mensen voor jaloezie gaan en dus dit niet willen. Ik begrijp dat echt goed, maar ja, ik vind dit gewoon heel sfeervol. Maar het zou me niks verbazen als ik comments krijg met oh, ik had in een klein huis dit nooit gedaan. Het maakt het zo vol. Maar ja, ik vind het dus sfeervol. Ik hou ervan. Leuk, jongens. Oké, maar het is dan een paar uur later. Ik heb eventjes, ik dacht tot de bel gaat voor de monteur, ga ik eerst op de bank liggen en mijn ogen dicht doen. En als je mij kent, dan weet je dat ik nooit powernaps doe. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar ik zei even mijn haar te knoeien, want ik heb het net gefeut en nu is het heel plat. Ik ben echt in slaap gevallen. Grote gordijnen open. Toen belde de monteur om 2 uur, terwijl hij vanaf 11 uur kon komen. Van ja, omdat hij aan de weg wordt gehard, kan ik het niet vinden. Dus kan er niet komen. Toen had ik het uitgelegd, meldde hij daarna. Ja, ik kan sowieso niet komen, want ik zie dat ik een kastje bij moet aansluiten. Toen zei ik, ja, maar die is gewoon al bezorgd. Toen zei hij, ja, alles wat bezorgd is niet goed. Dus ik moet zelf een ander kastje meenemen. Dus ik kom morgen. Nou ja, oké. Okay. Mijn tafel heb ik hier liggen. Ik ga de poten terugbrengen. Ik ben benieuwd of ik dus kan rijden hier. En de poten halen. En dan weer eventjes hier naartoe terug. En dan is het weer bijna tijd om te gaan. En dat wou ik nog meer zeggen. Wat me trouwens opvalt is dat hij de gordijnen echt
super ver naar voren heeft. Waarom is dat eigenlijk? Ik weet of het voor jullie duidelijk is, maar ik denk van waarom niet iets meer naar achter? Want hier is super veel ruimte over, maar goed. Dan wordt je huis daardoor natuurlijk wel iets kleiner, hoort dat? Het is wel wel. Er is echt super veel ruimte. Misschien vanwege dit moet dat, ja, ik denk het. Maar dan nog hangt het er best wel ver vanaf. Super veel ruimte zit er tussen, maar ja, het zal wel een reden hebben. Ik ben er in ieder geval heel blij mee, maar dat mag ik wel voor dat geld. Ik heb echt heel veel geld betaald. En ik ga nu de poot halen. Zo, het verbaast me nog een beschuit om die poten te nemen eentje. Het is echt niet normaal zwaar. Ik heb wel natuurlijk weer de verf in de gang beschadigd, want die beschadigt al als je er naar kijkt. Ik was bang dat het een zwart was, maar het is denk ik wel mooi met die stoelen en de deur. En de eetafelbankboek is beige met zwarte poot. Het is bijna aan het einde, zeg maar, het weggooien van materiaal. Bijna alles is inmiddels uitgepakt en zo. Dat is wel echt fijn. En vandaag weer twee keer bij het hotel geweest. Dit is de poot, ik denk dat het wel mooi wordt hoor. Alleen met stoelen is het dus goed. Die kan je aanschuiven, maar de bank ga ik alsnog niet kunnen aanschuiven. Want dit dan natuurlijk tegen de bank aankomt. Ja, maar goed, ik ga hem dus nu op zijn kop hier opboren. Ik heb alleen geen schroeven erbij. Of nou, schroeven niet boren. Oké, dat lukt niet. Die poot is zo ongelooflijk zwaar. Dat gaat niet. En dan ga ik hem ook niet meer opgetild krijgen. Dus ik ga hem van onder erin schroeven. Ik hoop dat dat lukt. Dit blad is ook onwijs zwaar. Die poten hiervoor waren echt veertjes, zo licht. Ik heb hem ook in mijn eentje afgekregen, dus ik moet hem er ook weer op krijgen. Maar hoe heb ik dit gedaan? Ik zou ook niet hoe ik die poot heb kunnen tillen net, maar dan heb ik gewoon een soort oerkracht. En dan denk ik, dit moet lukken. Ik hoef hem niet eens vast te zetten, want... Nou, het is in ieder geval een stuk beter. Ja, het is sowieso beter. Alsnog een hele grote poot, maar wel beter. Er was ook een optie voor wit, maar we dachten allebei dat zwart beter zou zijn. Nu ik dit zie, denk ik, I don't know. Maar ik ga het nu laten. Ik wil ook niet meer horen mensen zeggen, doe de tafel weg. En dit ding was 1500 euro. En ik vond hem prachtig. Dus we gaan ze gewoon even hier aan wennen. Oké, ik heb echt zitten meten en zo, maar met een organische tafel heeft er niet heel veel zin. Nu probeer ik hem dus vast te zetten. Ik kom er echt niet in, dus ik ga eventjes aftekenen. Doet hij pallet? Nee. Dan wou ik eventjes vast voorschroeven, maar ik pallet het niet. Ik kan wel mijn hand schrijven, maar niet op de tafel. Nou. Ik krijg die schroef er echt niet in. Op zijn kop. Die met de hand en die bij mijn machine. Omdat er natuurlijk geen gaatje zit. Oh. Alright, ik heb het met een potlood gedaan. En dat is allemaal op deze brakke dag. Ja. Oké, de kant waar een verfpolder zit, zit naar de muur. Dat we weten van hoe dit spel werkt en hoe dat gewoon, dat je eigenlijk genoeg met jezelf oplost en doet. Niet te ver. En dat je krijgt en doet wat je, waar je voor bent gekomen eigenlijk. Ja. Ah, het voelt zo eng, maar deze boor kan niet te diep gaan, hij is kleiner dan de tafel. Heb je het wel? Het voelt heel eng. Blijf weg. Ik tilde hem zo. Maar ja, dat is dat nu met alles in het leven zo dat het, ja, klopt van de eerste keer. Zo zwaar. Zo normaal staat je lichaam ongeveer in de fik. Ja, terwijl, ja, op een gegeven moment, ja, het is niet die rush van het begin en gaat het nog lukken. Want eigenlijk is het natuurlijk ook, nou, en je hebt je naam. Ik heb de beste expert gehad. Nog iets langer. Tot die business class.
ben heel benieuwd hoe het gaat worden met een bank qua ruimte, maar ik vind het heel mooi. 1000 keer beter. Good morning. Ik was al lekker op tijd in mijn huis, want internetmonteur kan komen. Hoop ik dat hij nu wel komt. Ik zit een beetje te klooien met mijn eettafel, want het is het gewoon niet helemaal. En meerdere zeiden al, het is een treintjeseffect. Nou, dat vind ik dus ook, als je dus een bank en eettafel zo hebt. Dus dit is wel beter, maar het is het gewoon niet helemaal. Dat is wel duidelijk. Maar als ik hem zo zet, denk ik dat een bank niet meer leuk is. Een bank is echt leuk tegen de muur. Dus, en die stoelen had ik net aan deze kant gezet. Maar die stoelen, ja, ik vind ze dus superleuk, die stoelen. Maar ze passen hier niet 100%. Kijk, ergens passen ze heel goed. Want het zwarte matcht heel mooi met de zwarte elementen. En dat roze matcht heel mooi met de muur. Echt hetzelfde soort kleur eigenlijk. Bijna hetzelfde. Maar het is heel hard. Dus nou ja, ik vind het zonde om ze weg te doen. Want ze zitten heel lekker en ze zijn heel duur. Dus zo kan het op zich wel. En dan zou je hier bijvoorbeeld teddy stoelen bij moeten zetten of zo. Maar toch heb ik het gevoel dat die stoelen dus de staal verpesten. En ik heb al een bank besteld, maar misschien kan ik die nog annuleren. Ik weet het even niet. Ik vind het heel lastig, jongens. Misschien, ja, ik heb nu nog wel iets, denk ik, eraan als jullie goede tips hebben. Want die bank komt volgens mij pas over 2 weken. En dat is gewoon, zeg maar, een deel van een voorraad heb ik gewoon besteld. Die lijn is wel heel lelijk. Ja, het is het gewoon niet helemaal. Maar eens dat dit beter is zo, in plaats van tegen de muur. Zo, maar weer eens een keer haverjoghurt in plaats van brood. Ja, haverjoghurt is gewoon niet heel gezond. Daarom eet ik eigenlijk het steeds niet. Maar brood is ook niet heel gezond. Dus ik heb hier echt een soort van random. Het ziet er heel goor uit. Ik heb zojuist mijn eerste was aangezet. Allemaal t-shirts. Ik draag nooit t-shirts. Ja, nu dus. Om sporten. Maar het rook allemaal echt niet lekker uit die doos. Dus het is echt wel een heel hip wasmachine ding hoor. Wat een optie. Is niet normaal. Kijk dan. Super kort wasje. Ik ben benieuwd. Kan ik ook mijn droger testen? Ik dacht dat is een goede manier om hem te testen. Aangezien ik niet heel erg gehecht ben aan die shirts. Dus als ze een beetje krimpen, maakt het niet uit. En ik heb een vriezer besteld. Maar echt, dit gaat geen miskoop zijn. Want na die koelkast van vorige week dacht ik, dit kan ik echt niet meer doen. Heel slim. Eentje die van boven open doet en klein is. Dus het moet goed komen. We gaan het straks zien. En de monteur is onderweg van het internet eindelijk. Pootje de gast. Hij was hier denk ik max 20 minuten. Ik had zelf van die kastjes besteld, van die mesh kastjes. Dat had H tegen mij gezegd. Blijkbaar kan dat ook via hun, maar dat stond er niet. Dus hij zei, bestel dat nou, dan heb je niet zo'n lelijke kabel. Dus die had ik al besteld. Eentje staat hier en eentje in mijn meterkast. Moest ik een app downloaden. Daarmee kon ik dan mijn eigen wifi naam, mijn eigen wachtwoord. Dus dat is super leuk. Hij was even bezig. Tadaa, ik heb tv en internet. Heerlijk zeg. Dat is ook echt belangrijk voor het thuisgevoel, vind ik. Dat je lekker tv en internet hebt. Heerlijk. En mijn bank. Ik vind het toch jammer dat die van onder niet helemaal goed vast zit. Wat was dat? Oh, iets wat van de wasmachine viel, denk ik. Ik zou toch verteld dat die onderkant, die moet je zo aan elkaar bevestigen. Maar ik had heel weinig van die bevestigingsdingen erbij gekregen. Oh, mensen zeiden dit nog in de comments. Kijk dit. Huh? Hij gaat echt gestoord tekeer. En waar is allemaal was? Allemaal was is hieronder. Huh? Wow, hij gaat helemaal zo gek tekeer, man. Is dit normaal? Oh mijn god. Is toch niet goed? Wordt er bijna bang van. Wow. Hij gaat ontploffen. Oh mijn god. Oh my god, oh my god, oh my god. Jongens. Misschien omdat ik hem op 1400 toeren heb gezet. Ja, ik was hier dus al voor gewaarschuwd, maar ik was het natuurlijk vergeten. Ik weet dus ook niet wat dit is. Een drooggek, maar ik snap niet hoe het werkt. Zo, nu, alles is er afgevallen. Mijn wasmachine ging volgens mij nooit zo erg tekeer, want ik wou nog zeggen wat het lekker een hele stille wasmachine is het. Maar dit was wat minder stil wat ik hier hoorde. Holy moly. En waarom zit die sok in dat randje? Waarom gebeurt dat bij elke wasmachine altijd? En kan iemand me vertellen wat dit is? Wow, dit was wel een hele snelle was trouwens. Huh? Hij is helemaal verplaatst. Het hele ding is verschoven. Huh? Kan dat? Misschien hebben we dat ding wel niet goed neergezet. Maar staat het nou goed? Ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk niet heel handig. Volgens mij... De haas is altijd super netjes, dus...
Daar staat het gewoon goed. Ik was even lekker op de fiets weg. En ik heb nog wat cadeautjes. Ik heb voor een meisje die 4 is geworden een heel leuk badpakje. Ik kon het niet laten liggen, ik kon het zo schatten. En dan nog deze bril die ik laatst had gekocht. Heel leuk erbij en glitterlijm. Moet ik nog even inpakken. Een tasje is altijd zo leuk. Dit is geen leuk tasje, maar ook handig omdat je het daar lekker zo in kan opslaan. Zeg maar dat je het bij elkaar hebt, het cadeau. Mijn ex-schoonmoeder was van de week jarig. En ze wil altijd graag plantjes voor op de balkon. Maar je hebt zo'n winkel niet echt per se hier op de route. Dus ik heb lekker allemaal bio-snackjes. Waar ze heel erg van houdt. Ik weet dat ze hier sowieso blij mee is. Het was nu toevallig bij de Lidl. En ze houdt van Weleda. Maar ik wil er nog even wat bij doen. Maar dit is wat ik dan tot nu toe heb. En ik heb nog zo'n mand bij de Action kunnen kopen. En ook nog een kleintje erbij gedaan. Lekker brood van de Lidl. Ja, geitenkaas. Nog wat boodschappen. Pleisters, want die heb ik niet. Heel leuk. Ze hebben nu ook een passion fruit hiervan. Dus die gaat heel leuk in een baby shower pakketje. Ik hoop dat jullie niet kijken. Zo ja, hoi. Je krijgt er maar één. De andere bewaar ik voor als iemand die geen alcohol mag hier op visite komt. Eindelijk weer deze. Die heb ik al heel lang niet meer gehad. Ik dacht ineens, oh handig, lijm. Batterijen had ik nog nodig. En dit merk heb ik nooit gehad. Maar ik zoek er eentje die in mijn tas past. En goed is. En ik zag dat deze wel goed uit de test komt. En hij was 1+1. En dit is ook nog voor een cadeautje. Oh, en 4 van deze. Want nog niet elke plank had ze. Ik was eigenlijk op elke plank. Misschien heb ik er nog wel meer nodig. Maar ik dacht, als ik er eentje over heb. Ik wist niet precies hoeveel ik er nog moest. Maar dan kan het hier ook nog. Want draaien is gewoon te handig. Oh ja, en deze nog voor mijn schoonmoeder. Oh, deze voor de man die me had geholpen. Ik vroeg wat hij wilde en hij zei whisky. Dus ik heb een mooi flesje, toch? Denk ik, hoop ik. Oh my god, ik heb volgens mij nog nooit een pakket gehad dat zo goed verpakt is. Het is namelijk niet door een groot bedrijf, maar door iemand die zelf dingen maakt. Je merkt het meteen. Had ik het al verteld? Ik heb echt, ik ben zo excited. Ik heb me hier de hele dag op verheugd. Ik mocht namelijk bij Phoenix Keramiek. Zij maakt zelf wandschalen bijvoorbeeld, wandkandelaars. Wandvazen. Mocht ik 2 items uitzoeken. En eigenlijk heeft ze me ook geholpen om mee te denken wat mooi stond bij mijn wall. En ik kan echt niet wachten. Maar dit zit zo goed verpakt. Oh mijn god, hoe kan iemand het zo goed inpakken? En ook nog... Oh, ik heb hier zo zin in. De vrieskist is trouwens ook bezorgd. Maar ik wil eerst hier naar kijken. Ik ben zo benieuwd. Volgens mij is het echt zo geweldig om mijn wandel te hebben. Ik ga hem nog niet ophangen hoor. Ik heb de boor niet en ik wil even heel goed nadenken hoe ik de wall verder ga afmaken. Die kleur is zo mooi. Precies als op de foto. Oh mijn god, dit is zo mooi. Dit is niet normaal. Dit is ook gewoon uniek, hè? Oh mijn god. Kijk die details. En die zit dus ook op de andere die ik heb. Dit is dus... Is dit nou de kandelaar? Of het vaasje. Dit is... Ik denk dat kan... Ik weet het niet. Nee, deze stuurde ze als eerste. Dus dat is het vaasje. Maar hier kan ook een kaars in als ik het zo zie. Oh my goodness. Hoe maakt ze dit echt? Te gek. Die match ook. Dit is namelijk een briefje. Succes. Goed, Marlies. Kijk. Ze vraagt ook echt geen idiote prijs of zo. Het valt echt reuze mee. Ik dacht dat die dingen echt 200 euro per stuk zouden zijn. Maar ze maakt echt geweldige dingen. Je moet echt eventjes kijken. Wat is dit gaaf, die vlekken erin. En het hang je dus hier aan. Wat handig ook. Slim. Ja, dat is dus gewoon zo moeilijk te krijgen. Vroeger hadden ze dit heel veel. Moet je kijken hoe mooi dit bij elkaar is. Dit, ik ben zo blij hiermee. Dit staat hier ook echt geweldig bij. Kijk, die kleur. Ja, ik ga het voor nu heel voorzichtig opbergen. Want er mag echt niets mee gebeuren natuurlijk. Ja, deze is natuurlijk niet normaal. Deze stuurde ze meteen, want die past hier heel goed bij. Ja, deze is natuurlijk gewoon waanzinnig mooi. Oké, ik ga het heel voorzichtig opbergen en dat zien jullie later. Niet normaal. Maar check alsjeblieft even haar webshop, want dit is toch geweldig. Als je het leuk vindt, iemand die het zelf maakt, fantastisch. Spannend. Ja, als dit te groot is... Dan weet ik het ook niet meer hoor, maar ik heb echt heel goed nagedacht over. Dit heb ik dus gewoon bij Bol besteld. Dus ik werk gewoon met een normale PostNL bezorger die gewoon normaal kleine pakketjes bezorgt. Waar dit bezorgd wordt. Wow, het is echt de heftigste timer. Hoe noem je het?
die ik ooit heb gehad. Gelukkig had ik deze niet vroeger toen ik kranten moest bezorgen. Mijn Stanley-mes gaat er ineens doorheen. Morgen is dus trouwens de verjaardag van mijn ex-schoonmoeder. Deze maand zijn er altijd 1 à 2 verjaardagen per weekend bij de familie van Hill. En we zitten dus heel erg te twijfelen of ik ook kom. Want we, hebben, ja, we zijn uit elkaar, dus misschien is het raar. En ik vind het zelf niet raar, maar misschien vinden het anderen het raar. En ja, iedereen, ik ben eigenlijk bevriend met iedereen daar. Maar het zijn natuurlijk wel van zijn kant en we zijn uit elkaar. Dus zo zitten we een beetje te denken. Maar ja, mijn bonusdochter is er ook. En voor haar is het ook superleuk. Dus eigenlijk moeten we gewoon niet te veel denken en gewoon lekker op gevoel doen. Dat doen we nu sowieso. Gewoon, we spreken ook gewoon nog af. We zien het allemaal wel. Maar ja. Nou ja, dat is alles wat ik ook wil zeggen. Het houdt niet op, niet voorstellen. Het houdt niet op. Totdat je het naar het God houdt. Nou ja, ik had gisteravond in bed bedacht. Van, weet je, je kan wel een koelkast willen. Maar het belangrijkste is vriesruimte. Want dan kan je maaltijdzakken voor als je gezin hebt om te koken. Je kan dingen invriezen voor meal prep. Je kan brood invriezen. En dat is toch het allerbelangrijkste. Dus daarom ben ik voor zo'n ding gegaan. Ik ben alweer 20 minuutjes thuis of zo. Maar wauw, ik voel me zo lekker na het sporten. Ik heb weer mijn hele lichaam gedaan. En die rugroller. Dus mijn hele bovenlichaam, onderlichaam lekker gelopen. Toen in de berging de trolley gepakt. En allemaal kledingdozen gepakt. Waar kleding is dat met haken eraan. Die heb ik heel snel in mijn kast gedaan. En nu moet ik echt opschieten. Dan moet ik bijna naar huis om te eten. Op of ik iets eerder kon komen. Zo is het nu hier. Ik red het niet om dit nu dan mee te nemen. En nu heb ik weer een kar vol om even weer in de berging te zetten. En zo ziet het er hier nu uit. Ja, de kasten hangen wel echt al super vol. En er moet ook eigenlijk eventjes lucht. Omdat er zo'n geur in zit. En daar zitten ook nog dozen, maar ik heb dit nu geprobeerd vrij te houden. Iedere keer als het netter wordt, ga ik weer dozen halen. Maar ja, want ik moet gewoon die dozen. Kijk, ik kan wel leuk doen alsof het netjes is. Maar alles moet nou eenmaal gewoon ingeruimd en ingeladen worden. Dus, maar heel veel is er nu niet meer om in te laden qua nieuwe dozen. Dus dat scheelt. Oh, en deze staat dus hier. Volgens mij heb ik dat nog niet laten zien. Tadaa. Ik ben er wel blij mee. Kijk, het is natuurlijk niet mooi, maar het valt niet op. Als je zo kijkt, zie je hem nauwelijks. En het is gewoon praktisch. Deze deur kan gewoon nog open. Niet op zijn allerverst, maar prima. Ik had geprobeerd hem aan de rechterkant te zetten, maar dat lukte me niet. Maar dit is ja, ideaal. Er is zoveel ruimte. Ik heb er net een broodje in gelegd. Dan kan hier hopelijk de robotstofzuiger. En hier hopelijk de kattenbak. En het idee is dus dat ik gisteravond bedacht met mijn moeder. Dat ik deze deur dus altijd open laat staan met een deurstopper ertussen. Behalve als ik dus in de woonkamer zit en tv wil kijken en even wil chillen. Hoewel ik hoor echt niet snel geluid hoor. Dit, ja, als de afzuiging aanstaat hoor je het. Maar eigenlijk hoor je het bijna niet. Dus voor mij is het niet eens erg om dit open te laten staan. En als je echt eventjes gewoon netjes wil, gaat hij gewoon dicht. En dan gaat Poesie gewoon voor de deur en zitten. Zo van ik wil naar de kattenbak. Maar zo vaak gaat ze nou ook weer niet. Dan is de stank ook lekker. Daar wel goor misschien wat samen met de wasmachines. Maar ik neem ze zelf roterende. Ik weet geen betere oplossing, want een kattenluikje naar het balkon is ook geen oplossing. In de woonkamer ook niet. Andere oplossing was daar in de gang. Maar dan kan ik niet, als ik ga slapen, deze deur dicht doen. En dan gaat ze miauwen voor mijn deur. Plus, er is geen stroom, dus dan kan je geen zelfreinigende. En dat wil ik, want haar poep stinkt enorm. Dus er is niet echt een andere oplossing. Dus mocht je nog een andere oplossing weten, zeg het vooral. Maar ik heb er echt lang over nagedacht. Oké, nu moet ik even opschieten, want ik moet over 10 minuten thuis zijn. Waarom doe je... Waarom sta je stil? Dat heeft wel weer gemaakt. Dat was volgens mij 2 minuten te laat. Chico kwam naar mij toe gevlogen. Goedemorgen. Kijk, dit ziet er al wat lekkerder uit. Yummy. Mama was even op bezoek. Wie? Oh. Maar als je... Dag was helemaal vergeten te filmen. Zijn er mensen hier uit het appartement die zeg maar weten hoe het eruit zag en hoe het er nu uitziet? Nou, de laatste 2 weken heeft al niemand meer gekeken. Die zullen echt iets hebben van... Hè? Ja. Mama is helemaal enthousiast. Ja, echt metamorfose. Nou, leuk om een paar sjekken uit de sport te vinden. Echt super. Het is echt heel leuk. Heel knap. Oh, dank je. Goeie smaak hoor. Echt leuk. Ja, ik heb natuurlijk gezien hoe het was met de poot. Ja. Echt leuk. Maar het is ook alweer leuk dat je dan nu een tijdje niet hebt gekeken. Want dan zie je ook echt eventjes... Nee, ik had al een paar keer gekeken, maar het verschil is nog groter. Ja. Het zijn nu de details die het afmaken. Ja. En deze afstand is precies hetzelfde. Ja. Aan die beide kanten. 80 of zo. Eerst hadden we 90 en toen 80. Ja, dat was heel lastig om goed te krijgen. En het is ook helemaal niet storend dat er nog geen plint om het eiland zit, vind ik. Linda, ik vind het juist mooier. Ja, zei Linda ook. Ik
Ik vind het mooier. Ik heb de plint wel, maar hij moet nog helemaal op verstek gezaagd worden. Het is echt mooier. Ik vind het ook wel prima. Veel ruimtelijker. En dan dacht je van, je kan er gewoon bij met vuil wat eronder komt. Nee, het zijn mooie poten. Het geeft veel meer lucht. Hey, dat vind ik het juist chic maken, dat er geen plint onder zit. Ja, ik vind het ook wel mooi. Of kan iedereen slecht Frans, hè? Oh jongens, het is zo warm, maar het is weer te koud om iets zomers aan te doen, maar ik heb het nu al heet. Ik ga weg en ik zie jullie daar alweer. Ik ben helemaal oververhit. Ziet er ook niet uit. Mijn god, ga nooit naar het grofvuil op zaterdag voor sluitingstijd. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ik heb me net omgekleed, gewoon random op knipperlicht bij de uitrit van het grofvuil. Want ik had veel te warme kleding aan. Gelukkig had ik voor de zekerheid mijn witte jurkje mee. Maar ik dacht, ja, altijd maar dat witte jurkje heb ik echt geen zin in. Maar ik heb niet echt leuke andere zomerkleding nu. Maar ik werd helemaal gek. Deze auto is ook nog heet. Het raam doet het ook niet meer. Ik vraag me ook echt af waarom dat is eigenlijk. Hoe doet het raam het niet meer? Okay, vroeger kon ik hier maar één zonder dan. Ik ben ook niet hoe lang ik hier nu aan kan na een jaar lang trainen. Ja, hoor. Ja, het komt er ook uit. Als hij alles loslaat. Ik heb helemaal niet gevlogd. We waren op de verjaardag. Kom maar poesje in de vlog. Kom maar even in de vlog spelen. Ja. Hey poesje. Zeg maar hallo mensen. Hey mensen. Hey mensen. Ik ben een lieve poes. Je wil er buiten, hè? Ja. We hadden dus net een verjaardag en nu gaan we lekker slapen. Kom maar. Oh, waarom is hij zo mooi op beeld ook? Niet normaal. Poesie. 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 Niet jou gaan rollen. Yummy. Barista. Dit is mijn drankje hier altijd. Dit is Blue Butterfly Latte met kokosmelk. Zo lekker. En ik heb een hele coole jas aan. Lekker joh. Hij is lekker koud. Oh my god. Dit is zo leuk. Ik ga weer richting Weesp, jongens. Ik heb lekker in de zon gezeten. Vlekken op mijn hoofd zijn echt bizar. Maar ja, leuk deze jas. Oh my god. Echt. Waanzinnig. Hallo jongens, ik ben alweer bijna bij mijn ouders thuis. Ik wilde misschien nog even langs mijn eigen huis, maar het is al 8 uur geweest. En mijn ouders gaan ook. Mijn moeder heeft morgen een lesbezoek. Die gaat op tijd naar bed, doet ze altijd. En dan vind ik niet fijn als ik dan nog laat thuis kom. En ik vind het ook wel lekker ziek, ze nog eventjes gezellig. Ze waren vandaag in Den Haag bij vrienden. Want hun dochter zet dus dieren op. En Kiekeboe is dus overleden, dus de papegaai van mijn ouders, van mijn moeder. Echt haar grootste liefde, zeg maar. Daar is zo verdrietig om. En we houden niet heel erg van het opzetten van dieren. Maar toen mama Kiekeboe onder de grond had gelegd, stuurde ze een foto. En ik zei ook van, mam, dit klopt niet. Kiekeboe ziet er nog zo mooi uit en het klopt niet. Ik zou voor de zekerheid toch dat aanbod aannemen en haar opzetten, weet je. Al houden we er helemaal niet van. Pas krijg je spijt. Dus over 3 weken komt Kiekeboe dan terug. Maar ja, best apart, hè. Nou, het was een heel gezellig weekendje. Ik vind het voor mijn bonusdochter ook gewoon heel fijn. Zij vindt het zo ontzettend leuk als ik dan kom. Het was ook onwijs gezellig en ik heb het ook gewoon met heel heel gezellig. En ik vond het leuk om op de verjaardag van mijn ex-schoonmoeder te zijn. Ik was ook, mijn ex-schoonouders waren ook heel blij dat ik er was. En oh, poes. Nee, poes, miauw, haat die poes. En vandaag zijn we lekker buiten geweest, dus gewoon lekker. Bonusdochter met een vriendinnetje, lekker in de stad. En dan gingen wij gewoon lekker ergens een drankje drinken en ook een beetje lopen. En daarna zijn we nog even lekker aan het water. Ook weer een drankje. Lekker geluncht. Super gezellig. En nog even lekker thuis. En nu ga ik ook weer lekker naar huis. Dat vind ik fijn. Ik ben dus morgen overmorgen vrij. Mama en ik hebben gereld omdat ze op vakantie gaan. En ik ga dus volgende week donderdagochtend heb ik mijn lesbezoek. Dus ik werk volgende week een extra dag. Woensdag. En dan donderdag vrijdag. Dus nu heb ik een wat langer weekend. En dan heb ik daarna ook vakantie, dus super chill. Zij gaan dus donderdag op vakantie. En dan ga ik dus op hun huis passen.
volgens mij 8 dagen. En dat is ook de reden waarom mijn huis ook geen haast had. Want ik dacht, ja, ik kan daar wel nu al gaan slapen. En mijn bed is er sowieso niet. Maar ik moet toch op dit huis passen. Dus dan blijf ik liever nog even verlengen. Dus ja, eigenlijk nu nog 4 dagen, dan gaan zij weg. Dan pas ik op hun huis. En dan is wel de bedoeling dat ik echt overga naar mijn eigen huis. Als het luchtbed gewoon lekker ligt. Dus ja, dat nu. En ik denk altijd aan het eind van de week van ik hoop dat de vlog leuk was. Ik weet het niet. Ja, dat ik naar Zoetermeer ging was voor jullie niet zo heel leuk waarschijnlijk. Maar ja, it is what it is. Ik hoop dat ik genoeg leuke beelden heb gemaakt. En misschien ga ik de vlog nu ook wel gewoon afsluiten. En ik ga nu naar binnen. Ik ga lekker met mijn ouders kletsen. En dan ga ik lekker in mijn bedje chillen. Niet met mijn laptop, want die ligt in mijn eigen huis. Maar ja. Misschien was de vlog wat korter of minder klussen of wat dan ook. Maar het is wat het is. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus laat zeker een reactie achter. Doe je duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer of op Instagram. Okay. Bye.